In Shambinda hebben wij een veelzijdige strijdmakker verloren. Woorden van president Chandrika Prasad Santokhi vandaag tijdens een buitengewone openbare vergadering ter nagedachtenis van het onlangs overleden parlementslid. Binda overleed op 16 februari jongstleden op 69-jarige leeftijd. Zal voelbaar zijn voor zijn gezin, de familie, maar ook voor uw geacht college, de Nationale Assemblée, waar hij zeer kritisch was. Maar voorzitter, ook zijn gezin en familie hebben een grote bijdrage geleverd door hem de ruimte en kennis te geven om het volk te dienen. Zonder die ondersteuning van zijn familie zou dat voor Shyam niet mogelijk zijn geweest. Shyam Binda werd geboren op 14 oktober 1953. Hij was tot 2007 ondervoorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken en is verder voorzitter geweest van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname, de ACMOS. Daarnaast was hij ondernemer. In 2020 werd Binda gekozen als DNA-lid voor het kiesdistrict Paramaribo voor de periode 2020-2025. Door zowel coalitie als oppositie wordt Binda geprezen voor zijn kritische en assertieve houding. Shyam, een kritische politicus, een talentvol persoon, veelzijdig mens, maar vooral een markante persoonlijkheid. Zo zouden wij onze broeder en collega Shyam Binda kunnen omschrijven, die vanwege zijn militaire achtergrond ook wel een persoon was die altijd scherp en helder was qua zijn meningsvorming. Shyam was een ras-echte ondernemer. Het gewezen lid Binda runde het bedrijf Jingles samen met zijn echtgenote. Hij was een sociaal bewogen persoon, hield van gezelligheid en had veel vrienden. Het lid Binda was altijd recht door zee en soms extreem. Iemand met een uitgesproken mening. Ook in DNA hebben we dat gemerkt en dan vaak een kritische houding aan tegen de regering, waardoor er zelfs conflicten waren met sommige van zijn partij. Hij bekritiseerde oprecht alles wat verkeerd was volgens zijn opvattingen en dat stak hij nimmer onder stoelen of banken. Onze collega Shyam Binda is nooit minder geweest dan de woorden die op zijn lippen zaten. Meneer de voorzitter, zo heb ik hem ervaren als jonglid van uw parlement. En het zij dat we de energie die we allemaal hier gebruiken van het leven, at the end, at some point, we hebben die energie dat abrabaka. We weten dat vanuit de afstand in ieder geval de heer Shyam Binda steeds heeft getracht binnen zijn leven een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de situatie in ons land. En dat heeft hij gedaan vanuit zijn bedrijfsleven, organisatie, vanuit gedeeltelijk misschien de vakbeweging, maar vooral ook de laatste periode vanuit de politiek als lid van de Nationale Assemblée. Meneer voorzitter, met het verscheiden van onze collega en strijdmakker Binda is een belangrijke schakel ons voorgegaan, voorzitter. Niemand heeft een rimpelloos leven, voorzitter, maar in collega Binda, thans wijlen, verliezen wij een zeer bevlogen, een veelzijdige persoonlijkheid, voorzitter.